Je hebt wetenschap nodig om inzicht te krijgen in waar we vandaan komen, maar ook om oplossingen te vinden voor heel complexe uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg bijvoorbeeld. Als je het menselijk lichaam goed kent, dankzij de wetenschap, kan je oplossingen vinden voor ziektes die ervoor zorgen dat mensen sterven. Dus wetenschap is een heel, heel belangrijk onderdeel om een samenleving vooruit te laten gaan. We zijn er met de Vlaamse regering van overtuigd dat dankzij wetenschappelijk onderzoek we oplossingen kunnen vinden voor heel complexe problemen. En daarbij is het van belang dat je de juiste initiatieven steunt. Dat je mensen die bijvoorbeeld onderzoek willen doen naar een bepaalde ziekte, dat je die voldoende budgetten ter beschikking stelt. Maar ook er tegen kunt als onderzoek soms niet tot resultaten leidt. Dat is net het eigene aan wetenschappelijk onderzoek. En dan is het ook van belang dat als er onderzoek gebeurd is dat wel tot resultaten leidt, dat je dan zoekt hoe je toepassingen ervan ook kunt ondersteunen. Het FVO speelt in de ontwikkeling van wetenschap een heel, heel belangrijke rol, omdat het juist projecten selecteert en jonge onderzoekers ook vaak de nodige financiële ademruimte geeft om onderzoek te kunnen verrichten, om studiewerk te doen dat anders nooit zou gebeuren wellicht. Maar kijk, ik vind het echt van belang dat de wetenschap tot in de huiskamer van elke Vlaming raakt. We zien dat, ik zie als minister hoeveel honderden miljoenen er elk jaar geïnvesteerd wordt in schitterend wetenschappelijk onderzoek, maar waarvan mensen vaak niet weten wat de meerwaarde ervan is. Dus we willen echt via een eenvoudig, helder magazine dat mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap ook zien waar onze jonge en minder jonge onderzoekers mee bezig zijn en hoe ze het leven dankzij hun onderzoek van ons allen een beetje comfortabeler maken.